Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Easy Toys. Better toys, greater joys. Club ondersteboven. Slam. Goedenavond. Het is woensdagavond. Het is 20 november 2019. Daar zit Bram. En daar zit Tom. En tot aan de kerst doen we elke woensdagavond tussen 8 en 9 uur 's avonds Sex Club ondersteboven. En tijdens dit uur gaan we met elkaar en jou als luisteraar babbelen over seks. En vandaag is alweer de vierde editie. Met uiteraard onze zwangere seksjournalist. We hebben er toch echt wel 20 gehad. Nee, dat voelt alleen zo. Nee, echt geen 4. Nee, de 4 echt niet hoor. Nee, klopt niet. Dat klopt niet. Jongens, veel. Veel meer toch? Wat veel? Veel meer. Veel meer afleveringen. Ja, echt veel meer. 5? Zijn het er 5? Nee, het zijn er echt wel 10. Het zijn er weet je wat? We gaan het checken op YouTube. Het voelt als een jaar. Hoe is het met je Marit? Je bent natuurlijk zwanger. Dat hebben we vorige week even gehoord hier. Ja, spannend. Ja, gaat goed met me. Ik heb me heel slecht gevoeld, maar ik voel me inmiddels weer beter. Dat is gelukkig. Goed om te horen. Ja, en vanavond hier tot aan 9 uur erbij. Dan mogen we best wel even de handjes voor elkaar doen. Want als je het over seks hebt, dan heb je het zeker over een van de gezichten van seks. Kim Holland. Yes. Een hele goede avond, geile avond ook. Een hele geile avond, Kim. Ja, allereerst, hoe is het? Ja, heel goed. Ja? Heel goed, ja, absoluut. Ik ben heel eventjes benieuwd om meteen maar even te beginnen. Hoe ziet een gemiddelde week Kim Holland eruit? Nou, als ik dan even vandaag pak. Ja. Vanmorgen had ik een heel leuk gesprek met een vrouw die eigenlijk ook gewoon met de minister zit. Dus dat is ook heel erg leuk. Okay. En dat ging gewoon over vrouwen, zakenvrouwen. Dat zij behoefte hebben aan bepaalde mannen en dat ze die maar niet tegenkomen. En of ik daar iets mee zou kunnen doen. Nou, daar hebben we het dus over gehad. Ik ben daarna Sinterklaas cadeautjes gaan brengen voor kinderen die het wat moeilijker hebben en die geen geld hebben voor cadeautjes. Maar dus goed. Dat is een actie van Den Haag FM waar ik aan mee heb gedaan. En daarna naar jullie gesjeest. Ja, en zondag dan heb ik een pornosterrenfeest. Ja. Het rijmt nog op elkaar ook. Het is bijna Sinterklaas. Nou, fantastisch. Daar was ik altijd al benieuwd naar. Hoe ziet een gemiddelde week eruit? Maar ze is een ex-pornoster. Dat is wel belangrijk om er even bij te vermelden. Oh, Kim doet zelf geen porno meer. En nee, ik weet niet of iedereen dat weet. Ja. Dat is wel goed om er even bij te zeggen. Maar je begeleidt wel allemaal dames. En ja, natuurlijk. Natuurlijk, ja. Je bent er wel nog bij betrokken. Ja, heel veel absoluut. Bij betrokken. Oké. Okay. Ja. Nice. Ja, we gaan zo meteen na 8:30 uiteraard een onderwerp opgooien waar we met jou, Kim, en met Marit over gaan praten en met de luisteraars en kijkers. Maar eerst Club ondersteboven. Sekstest. De sekstest met Kim Holland. Het werkt heel simpel, Kim. We hebben 8 stellingen voor je en die mag jij beantwoorden met ja of nee. Dan gaan we even wat muziek draaien en daarna dan plukken we even wat stellingen ertussen uit en dan gaan we die met z'n allen bespreken. Ja, dus hou het vooral bij ja of nee. Dan gaan we er zo nog dieper op in. Ik snap hem. Zal ik beginnen, Tom? Doe maar. Ik ben monogaam. Ja. Ik ben jong ontmaagd. Nee. Ik masturbeer veel. Ja. Drugs en seks vind ik een goede combinatie. Nee. Ik heb met meer dan 10 verschillende nationaliteiten seks gehad. Ja. Ik heb met meer dan 5 mensen tegelijkertijd seks gehad. Ja. Ik ben nymphomane. Nee. En tot slot is de Paus Katholiek. Ik hou van seks. Ah, ja. Ik ben jong ontmaagd, zei jij nee. Dan vraag ik meteen af, hoe oud was je toen wel? Nou, toen ik ben met mijn 18e als maagd het huwelijk ingegaan. Dus echt? Dat wist ik helemaal niet. Dan houdt dat dus in dat je dan pas ontmaagd wordt. Ja, dus vanaf je 18e ben je pas een beetje getrouwd? Gaan... Ja. Ja. Maar was dat omdat je het zelf wilde of was dat toen nog Nee, heel... ik zat in een heel streng geloof. Ik was Jehovens getuige, dus ja. Daar mag je ook pas het bed delen als je getrouwd bent en een ringetje om je vinger hebt. Ja, maar had jij niet al vanaf je 12e dat je dacht van seks is helemaal mijn ding, dus ik moet ervoor gaan? Nee, ik was bang voor jongens. Dus dat is echt pas later ontstaan. Ja, maar ik heb de schade ingehaald, hoor jongens. Maakt ons wel zorgen. Ja. Wanneer was wel dat je echt helemaal gek werd op seks? Toen ik mijn vorige vriend ontmoette. Dus ik ben met mijn partner natuurlijk mijn eerste partner getrouwd geweest. Mm-hmm. En na een aantal jaren bleek dat dat toch niet helemaal werkte. Toen ben ik mijn vorige partner tegengekomen. Mijn zakenpartner eigenlijk. Hè? Waar ik ook in Holland mee ben begonnen. En toen kwam ik eigenlijk achter hoe lekker seks is. En toen dacht ik, oh mijn god, hier moet ik wel meer mee doen. En dat was een soort 360 graden draaiing, hè? Ja. Maar toen ben ik ook echt heel onbevangen
alles gaan ontdekken. En toen kwam ik erachter, moe, ik ben exhibitionistisch. Dus ik vind het echt leuk. En zijn fantasie was het. En uiteindelijk mijn fantasie ook. Dus we zijn eigenlijk alles spelende wijs gaan ontdekken. Ja. En toen was het ook nog zo, ja... internet was nog heel klein. Dus alles begon eigenlijk gewoon met fotootjes verkopen bij de Telegraaf. En uiteindelijk een videobandje. Ja, dat kun je nou niet meer voorstellen. Maar nee. Dat deed je dan gewoon met je naam Kim. Drie lettertjes. Verkoopt haar eigen videobandje. En dan ging je het gewoon ook letterlijk afleveren bij Centraal Station. Zo is het allemaal begonnen. Wat grappig. Ja, ik vind dit heel interessant. Volgens mij kunnen we echt wel 3 uur... Maar laten we doorgaan met de volgende stelling. Want ik ben monogaam, daar antwoordde jij op een ja. Wat versta je onder monogamie? Ja, nou monogaam is dus echt dat je seks hebt met één partner. Ja. Dat is monogaam. Want je hebt een partner momenteel. Ja. En dat is dus ook totaal monogaam. Er komt niemand anders dat bij kijken. Dat is totaal monogaam. Je zegt dat het heel toch, goed. Ja. En ik heb natuurlijk... Laten we zeggen, 23 jaar een andere relatie gehad. En ja, heel veel geëxperimenteerd. Heel veel ervaring opgedaan natuurlijk. Maar het is ook alweer heel spannend om een keuze te maken in monogamie. Want met jouw eerste partner, Ruud, had jij ook een swingrelatie, toch? Ja, we hebben daar van alles mee gedaan. Dus in principe was onze relatie... Ja, we zeiden altijd van... ik ben niet monogaam, maar ik ga ook niet vreemd. Nee, precies. Dus die deed alles in onderling overleg. Ik vind het zo uniek, hè, die totale omschakeling dan van... en in de porno en een swingrelatie daarnaast nog. En dan helemaal volledig voor één iemand gaan. En ook al bijna 5 jaar. Ja, maar wel heel veel seks. Ja, heel veel seks. Ja, want dat wilde ik je vragen. In de seks ben ik niet minder... Nee, want ik heb jou een jaar geleden geïnterviewd. En toen deed je het wat 3 keer per dag gemiddeld. Ja, nou, 3 keer per dag. Dat haal ik in de week niet eens. Ik zou het heel meer overhouden. Nou, dat valt mee, hoor. Maar haal je dat tempo nog vol? Dat is mijn vraag. Ja, maar kijk, als je 3 keer per week naar de sportschool gaat... kijkt niemand van op. Nee. En dan ben je 2 uur bezig. En dat doe je om jezelf goed te voelen. Als je gewoon 3 keer per dag... Oké, het kan ook wel eens 1 keer per dag zijn. Maar dat voelt gewoon heel lekker. En het hoeft niet alles erop en eraan te zijn. Hè? Je hebt heel veel variaties die je kan doen. Je kan in bed beginnen met een handje. En je kan in de avond eindigen met een mondje. Dus er zijn zoveel variaties. Heel mooi gesproken. En masturbeer je dan ook nog in je eentje daarnaast? Dat ben ik echt een stuk minder gaan doen. Ja, snap ik. Als je dit hebt, dan heb je niet echt tijd. Ik bedoel, dat was wel iets wat ik wel altijd veel deed. Ja. Maar in mijn nieuwe relatie ben ik daar eigenlijk heel weinig mee bezig. Maar nog even voor de duidelijkheid, nog steeds 3 keer per dag, Kim. Ja, het is natuurlijk ook wel eens een keer 1 keer per dag. Of 2 keer maar per dag. Gemiddeld maar... 3 keer per dag. Ja, maar ja, wat is er mis mee? Nee, niks mis mee. Er is zeker niks mis mee. Maar je bent degene met de meeste aantal keren seks hier, denk ik. Het is een topsport, wat je hebt gezegd. Maar ik vind het zo mooi dat je het ook volhoudt. Dat vanzelf gaat en dat je het echt nog wil. Want normaal zwakt dat toch wat af als je een langere relatie hebt. Want jullie zien elkaar heel veel. Ja. Jullie zijn altijd samen. Ja, maar we bouwen wel spanning met elkaar op. En ja, het is ook echt zo. Ook als we naast elkaar in bed liggen. Mark raakt ook heel makkelijk opgewonden van me. Dat is fantastisch. Je hebt die actie eigenlijk al gelijk. Dat is man eigen, hoor. En simpel, hè. Je kan best een Netflixje kijken. Maar dan zeg ik altijd, je kan ook halverwege even op die pauzeknop zetten. Nou, en daarna ga je gewoon weer naar het hoogtepunt van Netflix. Dan heb je Evil Genius nog niet gezien. Dat is echt een fantastische serie, trouwens. En laat ik zeggen, die heb ik dan niet gezien. Nee, gelijk. Ik denk dat daar geen pauzebutton voor wordt gedaan. Dat is echt een spannende serie. Niet eens voor seks. Nee. Dan ga ik die wel eens een keer wagen. Dan wordt het net een dag minder seks. Goed, ook nog even de stelling, vond ik ook nog wel een interessante. Drugs en seks vind ik een goede combi, zei jij nee. Nee. Ben je sowieso een drugsig type geweest? Of? Nee, ik heb zelfs in mijn hele leven nog nooit 1 drugs iets genomen. Nog niet 1 sigaretje, nog niet 1 pilletje, nog niet 1 hijsje van een, hoe heet zo'n ding, marihuana sigaret. Een joint. Niks. Maar goed, dat komt denk ik ook vanuit mijn strenge religie... dat je dat dan ook niet doet. Ja, daarover gesproken. Heb je ooit nog wat van die beweging gehoord? Van de Jehova's. Want daar zat je er eerst dus bij. Nou, je bent... Nou, ik heb inmiddels wel gehoord dat daar best wel heel veel fout zit. Oh. Dus in de eerste instantie had ik altijd het gevoel van... het is een religie. En inmiddels ben ik er wel achter. Het is een sekte. En daar zit wel heel veel fout. Hmm.
Dus ik heb altijd toen gezegd, oké, weet je, ik heb er best ook veel geleerd. He, je leert bijvoorbeeld hoe je over een moeilijk onderwerp, want je gaat langs de deur bij mensen, over een moeilijk onderwerp makkelijk praat. Nou, dat is natuurlijk in de rest van mijn leven heel... nuttig geweest. Heel nuttig geweest. Ja. Nou, dat was hem wel op zich, hè, de sekstest met Kim. Zeker, ja. Al zit ik wel nog steeds vol met vragen. Jawel, maar we moeten ook even weer wat muziek gaan draaien. En ja, je had nog de stelling, ik masturbeer veel, daar zei je op ja. Ja, maar dat is eigenlijk naar basis van dat ik dat altijd heel veel heb gedaan. En dat ook een beetje een spel was wat ik met mijn ex-partner ook heel leuk altijd vond. En Mark die gaf juist aan van, maar ik wil heel graag gewoon niet masturberen. En ik wil gewoon graag gewoon seks hebben als ik zin heb. En dat vond ik ook wel heel mooi. Ja. Denk, ja, ja, je kan dat, ook masturberen natuurlijk je tijdens kan ook, de seks. Ja. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Easy Toys. Better Toys, Greater Joys.